social graces bow your head. They're pious here, but you and I, we're pioneers. Wij doen het over hoofdstuk 6, paragraaf 5. Brandstoffen zoals benzine en diesel zijn aardoliesoorten waar de meeste mensen aan denken als ze het woord aardolie horen. Maar je kunt ook plastics, wasmiddelen en kleurstoffen uit aardolie maken, bijvoorbeeld zeep. Dat wordt gemaakt uit aardolieproducten, dan noem je detergent. Je maakt aardolie door olie te bewerken. Je destilleert de aardolie. Die delen die van elkaar gescheiden zijn, heten fracties. Ze destilleren de aardolie in olieraffinaderijen. En hier zie je een plaatje van olieraffinaderijen. Je noemt het destilleren van de 7 fracties ook al gefractioneerde destillatie. Fracties zijn mengsels omdat ze bestaan uit verschillende stoffen, dus hebben ze een kooptraject. En hier zie je, hier wordt dan ruwe olie, doen ze in een grote oven. En als je het op 400 graden Celsius verbrandt, dan krijg je asfalt en teer. En zo kun je zien wat je allemaal ervan kan maken. Als de temperatuur hoger is dan het kooptraject, is de fractie gasvormig. Als de temperatuur lager is dan het kooptraject, is de fractie vloeibaar. Onder in de bodem wordt de aardolie verhit. Door de hitte komen er aardoliedampen op en die stijgen op. Door het stijgen wordt de olie gecondenseerd op een bepaalde hoogte. Hierdoor kan op elke hoogte een bepaalde fractie worden afgetapt. De aardoliefracties moeten nog verder bewerkt worden en dat wordt dan een eindproduct. Bijvoorbeeld stookolie moet nog ontzwaveld worden voordat het kan worden gebruikt. Nou, hier zie je dat de ruwe aardolie die komt binnen de buis, komt die binnen. En dan gaat dat naar allemaal fracties. En hier heb je gas, hier benzine, hier heb je nafta, die wordt eerst nog gekraakt. Dan heb je kerosine. Hier heb je gasolie, hier heb je zware destillaat tot daar. Hier heb je stookolie en hier heb je asfaltbitumen. Dit is voor glas, dit is voor benzine, gewoon voor de normale auto. Dit is voor plastic, dit is voor kerosine, voor het vliegtuig dus. Dit is voor bussen, voor reisbussen speciaal. En dit is voor kaarsvet. Voor make-up en voor smeerolie. En de laatste, dat gaat eigenlijk meer voor olieraffinaderijen, voor de boten en voor dakbedekking en ook voor dijkbedekking. Aardolie bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen bestaan uit koolstof C en waterstof H. Alkanen, dat is een speciale groep binnen de koolwaterstoffen. En de algemene formule is CNH2N en dan een tweetje er nog bij.